naam is Raymond en mijn volle naam is Van Loker, Tweeboeren. Ik ben vertrokken in juli 1951 vanuit Rotterdam met een Amerikaans troepentransportschip, de Liberty, General J.H. McCree. En ik ben een jaar in Korea gebleven, vol jaar. De reden was eigenlijk dat ik met de tweede versterking ben vertrokken, omdat er bij het eerste bataljon hadden ze voldoende onderofficieren en moest ik wachten. Daarmee ben ik op de wachtlijst gezet en ben ik later naar Korea vertrokken tot juli 52. Ik heb dat een jaar voor gedaan daar. Wij moesten direct weg. We mochten in Busan niet aan de wal. Wij zijn direct verder gestuurd naar Incheon, waar er voordien, enkele maanden voordien, hadden de Amerikanen daar een grote landing gedaan in Incheon. En ze hadden dat veroverd, dat stuk. En wij zijn naar daar gemoeten en we zijn daar met vangnetten van boord gegaan, in landingsschepen en zo aan de wal gebracht naar een trein die ons oppakte en die ons naar het bataljon bracht. Dat was, ja, avontuurlijk. Die patrouilles verliepen heel goed. Wij hebben in het begin niet veel tegenstand ondervonden van Chinezen of Noord-Koreanen. Wij dachten nou, dat wordt hier een walkover, dat gaat hier heel gemakkelijk zijn. Totdat we daar, ja, een maand waren zeker, en dan begon het ernstig te worden. Toen moesten we posities innemen aan het front, een beetje dekking geven voor de Amerikaanse troepen. En klaar bestond om naar Haktanita. Dat dus. Na die blocking positions, dat was in Chorwon, zijn we dan naar Haktani getrokken, in bataljonsformatie. Met onze compagnie, die was tweede, toen had de B-compagnie op kop was. En voor ons liepen dus ontmijners, want we moesten dus langs de spoorweg van Chorwon naar Pyongyang. En langs die spoorweg waren er zogezegd mijners weg. Dus zetten ze ontmijners voor ons. En die ontmijners, ik vond dat wel een genade, die waren gevolgd door militaire politie, Amerikaanse militaire politie. En die ontmijners hadden allemaal een ijzeren staaf, dat ze regelmatig voor zich in de grond duwden. En ik heb kunnen praten met die van die militaire politie om te vragen wie die mensen waren die dus voorop gingen. En dat waren deserteurs van het Amerikaans leger. En dat was een straf. En zo zijn we verder gegaan, daar hakt om niet. Onder begeleiding van tanks, Sherman tanks. En eenmaal onze posities ingenomen, moesten we natuurlijk putten graven en loopgrachten. Maar dat ging niet, dat was allemaal een rotsgebergte. Dus als je een putje kreeg van bijvoorbeeld 30, 40 centimeter, was je content dat je kon erin schuilen. En in het begin was dat weer al kalm, totdat we nu en dan een keer hoorden dat ze begonnen te schieten aan de overkant. Die tanks die trokken weg, die trokken zich achteruit, want die bleven niet in die vallei was te gevaarlijk. En toen vielen er een paar op bussen en mortierbommen op onze stellingen. En die maakten toen al gekwetsten en één of twee doden. S'nachts was dat ook weer tamelijk kalm de eerste nacht, maar als het goed donker was, begonnen we zo voor onze stellingen in de vallei allemaal lichtjes te branden. Kleine lichtjes. Je zou zeggen kaarsjes. En dat was natuurlijk een afleidingsmanoeuvre om ons te laten schieten naar die kaarsjes. Want toen kwamen de Chinezen op langs de andere kant. In de rug bijvoorbeeld, naar de zware wapens of naar de B-compagnie of naar de commandpost. En de eerste nacht is goed doorgemaakt met een beetje artillerie en mortiervuur. Maar we waren toch content dat het morgen werd en klaar. En de tweede dag werd het heel ernstig. De tweede dag begonnen ze goed te schieten op onze posities. En ik zat bijvoorbeeld op een rots, met mijn rug tegen een rots, toen er een mortierbom of een granaat, 76 mm, niet ver van mij, op de heuvel ontplofte. En die veroorzaakte 4 doden en een 4 à 6 gekwetsten. De man die naast mij zat was op slag dood. En genadig genoeg, want ik zat er in feite waarschijnlijk dichterbij dan Charles de Grote, een bekende man uit het peloton.
Een Zuid-Koreaan die werd gekwetst en dan nog iemand verder, dat was ook een Koreaan geloof. Want wij hadden Koreanen als steun bij ons. Een beetje verder dan links werd luitenant van den Driessen dodelijk getroffen en die had pas het bataljon vervoegd. De eerste sergeant Schoteren, dat was de adjunct van het peloton. En onze radioman, de corporaal van Puikbroek. Dus we hadden daar al direct 4 doden te melden, plus ernstige gekwetsten. En dat was dus het begin van onze tweede dag daar. Dus dan stond er nog een volgende nacht voor ons, die ook al heel zwaar verlopen is met aanvallen van verschillende bataljons. Wij waren maar met 500 man. Die bataljons Chinezen die trachten natuurlijk aan alle kanten te infiltreren tussen de stellingen van de Belgen door. En we hebben dat weer al kunnen afmaken op een min of meer goede manier. En dan de derde nacht was het zwaarst, dan zijn ze gekomen met nog meer bataljons waarschijnlijk, denk ik toch. En toen waren ze werkelijk binnen in de posities getrokken. En wij zijn pas gered geweest door een moedige mens die met zijn vlammenwerper die Chinezen heeft verkoeld. Ik zou maar zeggen verkoeld. Want je rookte dat die mensen verkoeld werden achter ons door onze vlammenwerpers. En dat was ons geluk. Zo zijn we ontsnapt. Ik heb daar veel geleerd in Korea. Ik heb geleerd bijvoorbeeld dat mensen mensen zijn. Bijvoorbeeld kinderen. Kinderen die hadden honger en iedere keer dat we op rust of op reserve bouwden, dan hadden we veel te veel eten. En dan gaven we die kindjes te eten en ik zag de blijheid van die mensen dat ze toch van ons, van die witte die van België kwam, van Europa kwam, eten kregen. Dat vond ze formidabel en ik vond het formidabel dat ik ze kon. Eten heen. Dan ook dat je terugkeert en dat je ziet dat er mensen die met u vertrokken zijn, niet teruggekeerd zijn. Dat je daar weer niet alleen spijt, maar vroeging van hebt. Mijn beste vriend is daar ook gesneuveld. Jean-Baptiste van der Perre. En die, het eigenaardige was, die was op mijn positie, ik was pas vertrokken. Voor iets anders en die lag op mijn positie als die neergeschoten geweest is. Als ik terugkijk op die 60 jaar sinds de oorlog in Korea, dan is het communistisch gevaar toch weggevallen. En dat was eigenlijk een van de dingen die West-Europa in zijn greep gehouden heeft, het communisme. En we hadden zelfs in België een communistische partij, onder andere. Dus het communisme was een gevaar voor West-Europa. En als ik nu terugblik, dan zie ik dat wij het goed gedaan hebben van daar naartoe te gaan en daar trachten halt te roepen aan dat communistisch gevaar. En dat we ook nu zien dat de Zuid-Koreanen, dat die een welstaand volk zijn, dat is een natie die zich mag meten met de beste. En als je dat vergelijkt met Noord-Korea, waartegen dat wij gevochten hebben, dat is hopeloos daar. Dat is een hopeloos verhaal. De mensen hebben daar honger, de mensen hebben daar niks. Alleen wapens en leger en tanks, dat hebben ze allemaal. Maar eten hebben ze niet voor hun bevolking. Dus ik vind dat we dat goed gedaan hebben. Mijn boodschap aan de jeugd van nu zou zijn, als er ooit nood is aan vrijwilligers, zoals wij vrijwillig geweest zijn, om op te treden tegen gevaar, van de welke bron, want er zijn komen overal pijnlijke situaties op de tevoorschijn van te trachten van er wat aan te doen, eventueel. Ook u aan te melden om vrijwillig te gaan naar een plaats waar u kunt in dienst stellen van de mensen die hulp nodig hebben in daar. Dat is de boodschap denk ik, dat ik moet geven aan de hedendaagse jeugd.